Ik kan steeds nog heel veel mensen heel boos maken door vervelende dingen te zeggen over Pim Fortuyn. Onze Pim. Onze eerste Messias. De eerste politicus die beweerde dat alles anders moest en dat hij de natie zou gaan redden uit de afschuwelijke situatie waarin die natie geraakt was door een verschrikkelijke elite die er sinds de oude Drees niets van terecht had gebracht. En ik moet zeggen, ik denk er nog steeds zo over als ik er altijd over heb gedacht. Fortuyn was een charlatan. Fortuyn was een fantast. Een man met een aanzienlijk charismatisch televisietalent, maar desalniettemin een fantast. En ik kan één ding in zijn voordeel zeggen, dat kan ik over de daaropvolgende messiassen eigenlijk niet zeggen. We zijn nu aan nummer 4 bezig, Thierry Baudet. Fortuyn had wel zelf ook het gevoel dat hij een beetje een kletsmajoor was. Hij was wel in staat om een zekere ironische afstand van zijn eigen totaal onverwachte succes te nemen. Maar dat neemt allemaal niet weg dat hij in de Nederlandse politiek veel narigheid heeft aangericht.